IJsbronsje Don, net de vaardigheid gereden, de afsluitende proef van de landenwedstrijd met je vierspan hier in Aken. 30ste keer deelnemer. En in ieder geval 2 keer het weg te strepen resultaat. Je zult niet tevreden zijn, jouw kennende. Nee, we zijn absoluut niet tevreden. Alleen, je moet de situatie wel in acht nemen. Ik heb gewoon 3 paarse spaarden zijn in de laatste 1,5 maand uit mijn team gegaan. Door een blessure en 1 was verkouden. En ja, op het moment dat je de 3 basispaarden verliest en niet in 1 week, juist in een periode van die 1,5 maand. Dus je gaat steeds improviseren, nieuw span, dat was weer goed voor de Windsor. Dan moet je weer improviseren naar Windsor voor Semuur. Dat liep eigenlijk heel goed. Ik denk, nou heb ik het lek boven. Dan valt er net een week voor Aken een paardkreup, een van mijn beste Zion. Ja, dan moet je weer gaan improviseren. Ja, dat zag je gewoon heel duidelijk, dat er gewoon in de laatste 1,5 maand zoveel gewisseld is. Ja, dan krijg je eigenlijk geen mooi blok meer. En ik heb alles nog geprobeerd om uit te rijden. Maar ja, dit was gewoon tot nu toe het beste resultaat. Ik had hier niet meer uit kunnen halen. Waren er voor jou nog winstpunten in Aken? Ja, ik had een nieuw paard bij me. Die heb ik vorig jaar een paar keer op een kleine wedstrijd uitgebracht. Die had ik pas volgend jaar willen brengen. Paard met enorm veel talent. Ik denk een van de betere maartelpaarden die ik heb. Ja, die moest ik nou versneld inzetten. Ja, dan krijgt hij ook nog eens een keer een parcours wat loodzwaar was natuurlijk. Ja, die is gewoon keihard overeind gebleven. Dat paard heeft echt fantastisch gelopen. Iedere bocht was hij er. En ook vanochtend, we hebben hem om het zadel gereden. Hij is topfit, hij is totaal niet stijf of wat dan ook. Dus ja, dat blijkt ook dat het paard het grote werk aan kan. Dus dat is ongelooflijk een mooie aanwinst. Thorny deed eigenlijk ook heel goed. Nu eigenlijk het eerste dat hij echt een dikke maarten moet lopen. Die liep links voor. Ja, en die andere 2 ervaren paarden, Tango, Woeper, ja, dat zijn ervaren rotten. Ja, die hield het span eigenlijk recht. Ja, nee, ik ben eigenlijk gewoon tevreden. En, soms moet je gewoon een stap terug doen. Maar dat is heel belangrijk dat je ook die stap terug doet. Dus dat je niet krampachtig op het topniveau blijft rijden. Want dan gaat het altijd ten koste van je paarden. Dus wat dat betreft ja, put ik hier kracht uit. En ik verwacht gewoon dat ik in Breda en op de Europese kampioenschappen gewoon weer sta. Heel veel succes in de voorbereiding op het EK en op Breda. Dankjewel. Jacob Melissen, KNAS TV.